Mijn naam is Rick Boersma en tijdens mijn opleiding accountancy heb ik het Saxion toptalent programma Creativity in Finance and Management gevolgd. Het toptalent programma heb ik gevolgd omdat het een extra toevoeging geeft aan jezelf. Tijdens het programma ben je niet bezig met boeken, ben je niet bezig om met accountancy nog wat dieper te gaan. Nee, je bent voornamelijk bezig van, goh, wie ben ik? Wat doe ik? Wat breng ik? En wat effect heeft dat uiteindelijk op je professionele ik? Het toptalent programma heeft mij op verschillende manieren geraakt. Ook op best wel confronterende manieren. Een mooi voorbeeld hiervan is een redelijk onverwachte reis naar Cuba. Hoe het mij geraakt heeft was dat ik totaal niet een persoon was toen de tijd die zomaar in een vliegtuig zou stappen en buiten de kaders zal gaan denken en zal gaan staan. En door het Saxion toptalent programma ben ik daar steeds beter in geworden en functioneer ik ook erg goed buiten mijn eigen comfortzone. Ik denk zeker dat het toptalent programma mij een andere professional heeft gemaakt, omdat ik als professional nu beter in staat ben om met onverwachte gebeurtenissen om te gaan, om buiten de comfortzone te handelen, maar ook omdat ik weet hoe er vanuit verschillende professies heel verschillend kan worden gedacht over hetzelfde onderwerp. Want binnen het toptalentprogramma ben je altijd bezig met multidisciplinaire teams van verschillende opleidingen. Wanneer je afstudeert met Saxion toptalent heb je eigenlijk hetzelfde hbo-diploma als iemand die niet het Saxion toptalent gedaan heeft. Echter ben je in staat om beter op je eigen handelen te reflecteren en dat handelen om te zetten naar actiepunten. Je laat zien dat jij net een stapje extra kunt en ook dat extra stapje al gezet hebt doordat je deel hebt genomen aan het Saxion toptalent programma, waardoor jouw cv beter zal opvallen tussen de andere kandidaten die solliciteren op een functie. Als je het programma wilt volgen, moet dat een intrinsieke motivatie zijn om jezelf verder te ontwikkelen. Want je gaat de komende 3 jaar heel erg aan jezelf werken. Mijn naam is Rick Boersma en ik ben trots dat ik het Saxion toptalentprogramma Creativity in Finance and Management gevolgd heb. Want door dit programma voel ik mij binnen mijn comfortzone als ik buiten mijn comfortzone ben.